Hoi, ik ben Emma en ik ga jullie iets vertellen over rooibosthee. Rooibosthee wordt niet gemaakt van de theeplant, maar van de rooibosstruik. Die groeit in Zuid-Afrika. En de naaldjes van de struik worden gebruikt voor het maken van rooibosthee. De naaldjes worden in de zon gedroogd en gefermenteerd. En daardoor ontstaat de zoete smaak van rooibosthee. Deze thee is geschikt voor kinderen en voor zwangere vrouwen, omdat de thee cafeïnevrij is. Ik ga nu de rooibosthee voor jullie zetten. Ik gebruik daarvoor één schepje, dat is ongeveer 2 gram. Het water heb ik op 100 graden gezet. En ik laat de thee 5 tot 8 minuten trekken. Dan heb je de beste smaak van je rooibosthee. Heb je even geen zin in een warme thee, dan is rooibosthee ook perfect om koud te zetten. Gebruik bijvoorbeeld een fles spa blauw of spa rood en laat hier wat water uitlopen, zodat er genoeg ruimte is voor de thee. Gebruik 1 schepje per 200 ml en laat de thee minimaal 8 uur trekken in de koelkast. Zeef het vervolgens uit door een zeefje in bijvoorbeeld een kan of een andere fles en je kunt genieten van een heerlijke koude thee. Het is een geschikt alternatief voor als frisdrank of ranja voor kinderen, omdat er geen suiker in zit en verder ook geen onnodige toevoegingen. De rooibosthee is verpakt in zakjes van 100 gram en 500 gram. En je kan hier een bijpassend blik bij kopen. En we hebben ook een combinatie van het pakket samen, waarbij er een zeefje bij komt en ook een theemaatlepel. Rooibosthee wordt niet gemaakt van de theeplant, maar van de rooibosstruik. Oh my god.